Yo guys, Job hier, a.k.a. de tuber. Tol dan bro, dit wordt vreselijk. Dat is alles wat ik al zeggen. Dit is echt shit allemaal, hè. Letterlijk shit in een blik. Jongens en meisjes, vandaag doen wij de Tin Can Challenge. We hebben hier in totaal echt een stuk of 10 blikken staan, misschien zelfs wel meer, waarvan wij niet weten wat erin zit, omdat namelijk het etiket ervan afgescheurd is. Wij gaan zo met een steenpapier schaar doen en de persoon die wint mag het allereerste blik pakken, moet hem openmaken en moet er minimaal 1 goede hap van nemen. Bro, like, massaal, like, oké. Dit is vreselijk. Ja, man. Bro, ik wil dat we heel veel blauwe duimpjes omhoog halen. En wie nu wint met steen, papier, schaar, mag het eerste blik pakken en proeven. Ready? Steen, papier, schaar. Ah, ik mag beginnen. Jij mag beginnen? Ja. Ik heb gewonnen. Ik vind het goed. Okay. Ja, ik dacht juist dat degene die verliest, die moet het toemaken. Daar gaan we, jongens en meisjes. Let's go. Je weet waarom ik deze pak, hè? Ik heb wat vies, dat de Uno bovenop staat. Dus ik kan nog verwachten dat deze niet heel erg is. De eerste, jongens en meisjes. Wat zit daarin, denk je? Ah! Eeuw, wat is dat? Laat maar, is geen Unox. Is geen Unox. Wacht, laat maar glas pakken. Bro, dat is kippensoep. Bro, dat is soep, man. Oh! Is kippensoep. Ik heb geluk, hè? Nou, ik moet er dus minimaal 1 slok van nemen. Staat gelijk aan 1 hap. Proost. Maar is dat niet gewoon lekker? Koude kippensoep is geen aanrader. Ik snap het. Ja. Oké, Tolgan, next up. Jij bent. Kies er eentje. Bro, ik wil eentje. Oh, het zijn er zoveel. Welke is normaal, denk je? Ik heb een goed gevoel over deze. Net daar fruit in zit. Not sure. Echt? Not sure of hondenvoer. Er zit ook hondenvoer bij, trouwens. Oh my god, dat is alles wat we weten. Jimmy heeft ze voor ons gekocht. Daar gaan we, man. Oh shit, wat zit erin? Bro, ik weet niet. Is stompig. Eeuw, man, bro. Ik vond het niet. Wat is er? Oh, dat is ananas. Oh. Bro, jij hebt geluk. Bro, wacht even. Ik zei toch, ik heb hem gegund. Ik dacht nog dat ik kijk dan. Is het niet? Dat is lekker, dat is echt lekker. Ja? Ja, dat is ananas. Geflasht, nu ga ik dood. Grapje. Is gewoon lekker, je weet het is lekker. Is lekker, oké. Okay, ik ben aan de beurt. Ja, gewoon man, pas mij. Oh, wacht. Oké, ik ben aan de beurt, let's go. Ik pak deze. Oké, wat zit erin? De volgende. Oh, dit kan nooit goed zijn. Yo, ananas is kapot lekker. Oh, ik heb hondenvoer. Ah, doe normaal, kijk dan. Succes. Ik ga dit niet doen. Eet. Ah, ben je gek? Eet. Kijk die laag. Lekker voor je, eet. Wat is dit? Eet. Heb je die laag gezien? Eet. Ondertussen ga ik ananas eten. Ah, bro, dit is echt heel vies. Hij mag hondenvoer eten en ik shop ananas. Ah. Doe. Oké, 3, 2, 1. Ik durf niet, man. Het is echt heel smerig. Doe. Overgegeven. Ik wil er niet meer over praten. Houd het uit Ik hoor het, man. Houd het uit mijn gezicht. Jij bent, ga. Ik ben aan de beurt, jongens. Ik leg het ananas weg. Let's go, man, bro. Ga ervoor. Welke ga je pakken? Oké. Jij hebt gekozen. Je mag maar 1 keer kiezen. Dat moet hem zijn. Oh. Ah, dat is kattenvoer. Nee, dat hebben we niet gehaald. Of tenminste, ik weet niet wat Jimmy heeft gehaald. Hij zei tegen mij alleen hondenvoer. Maar. Wat zit erin? Ik weet niet. Ah, je hebt geluk. Wat is dat? Je hebt geluk. Knakworstjes. Ja! Oh, dat ziet ook eigenlijk niet heel erg lekker uit. Dat zit er allemaal in. Bro, dat stinkt, man. Haal er eens eentje uit. Als je dat water helemaal op, dan krijg je 10 euro. Moet ik dit eten nu? Ja, ik heb die hondenvoer in mijn mond gestoken. Tuurlijk moet je dat eten. Ah. Oh, is lekker. Is het oké? Okay? Ja. Echt? Proef maar. Ik proef er ook een. Alleen die stukjes die erin zweven. En... Eeuw, ja man. Wat is dat? Broer, ik weet niet. Hoor je dit niet eerst in mijn te wassen? Ja, dit hoor je... Echt? Ik dacht meer in de magnetron, toch? Ah, dit is niet lekker. Wat zeg je? Je weet het. Is kapot, Piet. Hij heeft me 1 vieze flesjes gegooid. Je ziet die worstjes en denkt, misschien wel lekker. Hij chopt, hij kijkt zo van, ik neem mijn hap, ik proef niks. Ga man, ga. Ik ben aan de beurt. Ik ben man bro. Ik ga voor de platte. Wat is dat? Ik heb geen idee. Dit is best wel een raar blik. Ik zeg je eerlijk, ik ben benieuwd wat erin zit. Oké, daar gaan we jongens. Let's get it. Ah nee. Broer, wat is dat? Ah, ruik. Ah, dit is vis. Oh, ik zweer uit naar ongewassen ding van een vrouw. Ik zweer uit zo. Ruik goed. Je weet, ruikt precies zo. Oh. Ik ga dit niet eten, man, bro. Bro, we gaan drinken. Drinken? Bro. Doe. Ik bro, dit is de challenge, hè. Challenge? Oh, hij weet, ik wil hier views in kasseren, maar hij weet... Eeuw, bro. Nee. Het ziet er dood uit. Bluff, je doet het, bluff. Huh? Oh, ik had een reactie verwacht, maar hij vindt het gewoon lekker. Ik zeg je heel eerlijk, bro, het ziet eruit als iets wat onder de auto is gekomen, maar het smaakt naar iets wat van de bakker komt. Echt lekker. Ja, en flash me, hè? Nee, kijk maar. Ik vind het echt lekker. Je weet, het is oké. Het is oké. Ik hou niet echt van vis, maar dit valt echt mee. Het is ook een vies.
Nee, valt wel mee. Oké. Hij heeft alleen een kutnasmaak, jongen. Bro, het heeft een... Ja, bro. Inderdaad, een kutnasmaak. Oké, jongens, meisjes. Storgan is aan de beurt. Torgan, go. Bro, hij vindt die ananas zo lekker. Hij chopt gewoon zo voor zijn plezier. Het is voor hem geen eens een challenge meer. Jij bent man, bro. Ik zie één blik en ik ben echt benieuwd wat daarin zit. Die lange hier, bro. Ik moet die vis maken uit mijn bek krijgen, man. Ah, doe normaal. Die bordjes zijn echt... Ah, die bordjes zijn kapot, vies. Bro, is beter dan vis, man. Bro, die vis is nog te doen. Nee, is kapot, vies. Ah, vind ik niet zo fijn. Oké, Torgan has chose. Ah, wat is dit? Broer! Wat is dit? Broer! Wat, laat me even in een glas doen om te beseffen. Kom niet eens. Ah, het is pijn! Doe normaal, ik ga toch ziek worden. Doe normaal. Wat is dit, bro? Ruikt oké. Het ruikt oké. Ruikt naar paddo's. Paddo's ding. Paddenstoelen. Ruikt naar paddenstoelen, bro. Ik denk dat het goulash is, man. Moet ik doen? Tuurlijk moet je doen, bro. Dat is een baas. Maar is te veel dit, man. Nee. Dat kan nooit lekker zijn. Dat is een van de vieste dingen dat ik ooit in mijn mond heb gestopt. En ik heb veel dingen in mijn mond gestopt, behalve... Oh, dat ziet er echt niet nice uit, ik zeg je eerlijk. Ik ga dit op mensen gooien. Maar waarom is dat zo... Die substantie is zo... Substantie. Die substantie is zo raar. Ik ben aan de beurt, man. Broer. Ik ga sowieso voor deze. Deze die kijkt mij al de hele tijd aan. Oh, man. Er zit iets waterigs in. Dat kan betekenen dat het fruit is en dat is positief. Mm. Ah, nice. Wat is dat? Tenminste, I don't know of het nice is. Oké, even kijken. Dit is wat erin zit, jongens. Maar, oh, wat de hel is dat? Het lekt. Lijkt me een visje. Ruik eens. Bro. Wow. Het is vies. Het smelt in je mond. Nee. Is niet lekker. Oké, okay, ik ga door. Is waarschijnlijk mango die gewoon al echt 4 maanden in de winkel ligt omdat iemand het koopt. Oké. Okay. Jij bent aan de beurt, man, bro. Ah! Hij heeft het gewoon gedaan. Oh my god. What the fuck, ik dacht dat ik een grapje had. Wat zit hierin? Ik weet niet. Ah, er komt iets nattigs uit. Ah, wat is dat? Ik wil het niet doen, hè. Eee. Oh, je hebt geluk, man. Wat is dit? Is dat ananas? Oh. Rustig, jongen. Ik moest eten. Mm. Oh ja. Is wel echt heel lekker, maar zeg je eerlijk. Wel een beetje veel vruchtvlees. Mmm. Mmm. Is kapot lekker. Mmm. Eén. Next one. Deze hier. Oké. Okay. Huh? Dit is kapot lekker. Oh! Oh, wat is dat? Bro, dat ziet eruit als kots. Ik eet, klaar. Je gaat eten, vriend. Ben je gek, bro? Oké, okay, mama, laat me één keer kijken. Ah, dit kan je niet menen, bro. Eet. Ja, maar bro. Mmm. Is challenge, man. Jongens, wat de hel is dit? Dit kun je niet eten, dit is rauwe, vieze... Ik moet echt overgeven als ik aan denk dat iemand dit in zijn mond stopt. Ga weg met dit. Nou, ik eet lekker verder mijn ananas. Ik doe er nog wel één, jongens, want die gaat echt te ver. Dit kun je niet eens eten, dat is rauw. Ik weet niet wat Jamie nog maar heeft gekocht. Next one, daar gaan we. Job is van de poesie, jongens. Zet me allemaal in de reacties. Ah, ga weg. Wat is dat? Wat is dit? Bro, lekker voor rode poesie saus. Boah, dit is gewoon poesie saus, bro. Hoe stelt hij poesie saus? Bro, als ik een man ben, dan chop ik het. Wat, hoe ruikt het? Het ruikt oké, okay, man. Het ruikt een beetje naar spaghetti. Bro, dit is saus. Nee toch, bro. Bro, dit is spinaziesaus. Oké, okay, jongens en meisjes. Proost. Oeh. Hoe smaakt het? Het smaakt heel erg zuur. Nu ben ik benieuwd. Het is gewoon saus, man. Maar dan moet je... Het is een rare saus. Ik durf die kleine nooit te pakken. Die wil ik eigenlijk wel nemen, man. Ik zeg je eerlijk. Ah, nee. Oké, goed. Je hebt genomen. Je moet hem nu eten. Bro, is vies. Is heel erg niet. Is vissenogen. Ik ben echt serieus. Normaal. Is vissenogen. Normaal. Ah, oh, er zit iets tussen mijn tanden. Oh, is mais. Ah, echt? Mais. Bro, dat is best wel nice. Hij heeft mais. Mm. Je hebt geluk, hè. Hij heeft zoveel geluk. Mm. Hij heeft zoveel geluk. Hij heeft van de lekkerste shit die je ooit... Nee, een beetje, nee. Doe normaal, jongen. Ja, jongens en meisjes, dan hebben we nog 2 blikken over. Toch dan zullen we steen, papier, schaar doen? Of wil je? Ik pak 1, jij pakt 1. Het is gewoon briljant. Is het gewoon briljant. Laatste blik, man. Daarom. Heb ik iets goeds? Ik heb iets... Oh, wat is dat? Wat is dat? Bro. Wat? Bij hem zit er iets zwarts in en het... Ah, ik weet al wat het is. Jij hebt dadels. Wat is dat? Dadels. Jij gaat er niet eens uit, hè? Wat heb ik, bro? Wat heb ik? Oh, ik heb bonen. Ik heb bonen. Wil je dit nou in mijn bek houden? Ja, bro, dat moet wel. Oké, wacht. Laat mij ook, jongen. Maar jij hebt bonen. Bonen is ook vies, hoor. Nee. Bonen is echt niet lekker. Ik haat bonen. Oké, proost. Nee. Proost. Oké, dan gaan we. 3, 2, 1. Mijn bonen zijn echt niet lekker. Ze smaken zo transparant. Waar smaakt die mee? Ik wil proeven hier bij jou, man. Hier dat eten? Is dat vies? Is heel... Zoet, hè? Ja. Is niet echt vies, maar het is echt zoet, man. Hij komt een stierenbal, bro.
smaakt naar één overleden oma of tante, broer. Je weet, smaakt naar één overleden persoon. Ja, man. Als je net eet, kun je praten met doden, denk ik. En daarom helemaal klaar met deze shit, man. We hebben letterlijk alles geopend, hè. Ja, ga je ook? Ja. Jongens en meisjes, bedankt voor het kijken van de Tin Can Challenge. Het was je voor YouTuber samen met Tolgan. Abonneer op zijn YouTube kanaal. En voer de promotiecode Coins FIFA kopen voor gratis FIFA coins. Bedankt voor het kijken en dan zien we jullie graag de volgende keer weer. Bitcoins. Bitcoins.